Als eerste. Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat wij hebben gekregen. We hebben 3 dagen kerst gevierd, dus kerstavond hebben we samen gevierd. We hebben eerste kerst bij familie gevierd en tweede kerst bij familie gevierd. Allemaal met cadeaus, dus er staat hier een hoop aan cadeaus op de grond. Dus ik zeg, laten we maar snel beginnen. Ik zal even beginnen met de cadeaus die ik van mijn vriend heb gehad op kerstavond. Als eerste deze sjaal. Zo'n hele lekkere, brede, warme sjaal. En de buitenkant, ik laat hem wel aan de goede kant laten zien. Dit is de buitenkant. En er staat gewoon zo'n Aztec print op. En ik had vorig jaar voor kerst ook al zoiets gekregen. Maar dan met wat kleur. En ik wilde ook gewoon nog een beetje een soort, ja, even zonder kleur toevoegingen, zeg maar. Dus ja, heel blij mee. Als tweede deze trui van de H&M. Oeh. En deze had ik in de winkel zien hangen. En toen zei ik, oh, ik heb een leuke trui gezien bij de H&M. Mocht ik nog wat voor kerst willen kopen. En toen zei hij, ja, dat ga ik niet doen hoor. Want er hangt daar zoveel en ik snapte helemaal niks van toen ik binnenkwam. Had hij hem gewoon al gekocht. Maar ja, het is gewoon een simpele zwarte trui. Ook weer met zo'n leuk printje. Ja, helemaal blij mee. En dan heb ik ook deze gekregen. Een koptelefoon met ook nog een, zo'n inner ear koptelefoon ding. Nou kan ik die niet, dat blijft mij gewoon in mijn oor zitten ofzo. Op de een of andere manier. Ik weet niet waarom. Maar dit is ja, gewoon heel erg handig voor het bewerken van vlogs. Want dan zit ik ook met die oordopjes en dan hoor ik het allemaal weer niet goed. En... dus ja, hier ben ik wel heel erg blij mee. Het is heel erg handig. Dan heb ik ook deze gekregen. En dat is ook weer zo'n cadeau. Beyoncé Heat Brush is het trouwens. Dat is ook weer zo'n cadeau dat we in de winkel liepen. En ik zei, oh, die is ook lekker. Die heb ik ooit gehad. Is die teruggegaan en heeft hij gekocht. Man, hè. Zo sneaky. Hij is zo lekker zoet. Heerlijk. Ik ben zo fan van dit luchtje. Wacht, ik ga hem even opsluiten. Oh, ik hou ervan. Ja. Oeh, het zat in mijn mond. Love it. En dit waren de cadeautjes van kerstavond. Dan ga ik door naar eerste kerst. En eerste kerst hebben we gevierd bij zijn vader en vriendin en kids. En dan moet ik heel eventjes zoeken, want... er staat hier van alles. Als eerste, en daar ben ik echt heel erg blij mee. Want deze is echt, daar ga ik in leven en in wonen, denk ik. Deze sjaal. Ik geloof dat hij van de H&M is. Oh, en hij is zo zacht. Niet normaal. Ik heb hem nog niet gedragen. Oh, omdat ik dacht, ik wacht tot even tot na de video. Oh. Hij is echt heerlijk. Hij is warm en zacht en nou, heerlijk. Helemaal blij mee. Dan heb ik deze gekregen. En dat was wel grappig. Hij is een beetje uit verpakking. Want ik heb even geroken. Maar er zat dus een hele mooie strik omheen. En het was wel grappig, want dit cadeau, dat is dus een set... van Diva met een bath en shower gel en een body lotion en een klein make-up tasje en zo'n badspons. Kijk, en deze heb ik voor mijn schoonzusje gekocht. Gewoon precies hetzelfde. Dus dat was wel heel toevallig. Maar ja, het is wel, ik zal het eens even uithalen. Die mag ik eigenlijk alles uithalen. Er zit gewoon zo'n tasje in. Gewoon een make-up tasje. In. Met wat glittertjes. Leuk. En een bath en shower gel. Cute. Even ruiken. Oh. Er zit nog wat op. Ik kan het niet ruiken. Maar ik had hem al een beetje bij mijn schoonzusje thuis geroken. Gewoon lekker. Dan zit er nog een body lotion bij. De verpakking is echt zo leuk. Het wordt een feestje als je gaat douchen gewoon. Heerlijk.
het heeft een naam en ik kan er gewoon niet opkomen. Ik noem maar even wasbond, ik weet het niet meer, met zo'n gouden randje. Helemaal leuk, gaan we meteen gebruiken. Ja, en dan was dat wat we hebben gehad voor eerste kerst. Dan ga ik meteen door naar tweede kerst en de laatste kerstdag. En ga ik als eerste even wat dingen laten zien die we geshopt hebben. Want we zijn natuurlijk naar Rotterdam geweest. En we hadden zoiets van, als we dan toch in Rotterdam zijn en alle winkels zijn open, dan willen we altijd graag nog even snel de stad in. Wat aan de ene kant leuk was, maar aan de andere kant ook wel heel erg druk, moet ik zeggen. Iedereen besloot geloof ik dat te gaan doen op tweede kerst. Maar goed, we zijn even 2 uurtjes in de stad geweest en het was ook echt meer dan genoeg. Dus even een kleine mini-shop nog tussendoor. Ik ben bij de TK Maxx geweest. Ik had daar al wat dingetjes over gehoord, maar ik was er zelf nog nooit geweest. En ik dacht van ja, dat wil ik toch eens even een kijkje nemen. Op zich, heb ik ook in mijn vlog gezegd, op zich vind ik het wel een leuke winkel. Maar ik denk dat het misschien leuk is als je echt van merkkleding houdt en ja, echt op zoek bent naar die merkdingen. En dan zitten er echt hele mooie dingen bij. Want TK Maxx is in principe een winkel die dus merkkleding met 60% verkoopt. Niet alleen kleding, met 60% korting verkoopt moet ik zeggen. Niet alleen kleding, maar ook tassen, schoenen, woonkamer, design, spullen, dat soort dingen allemaal. Sportkleding hadden ze geloof ik ook. En make-up afdeling hadden ze ook nog. Maar ja, ik kon er zelf niet super goed slagen, maar ik zag wel 1 trui en die heb ik dan meteen ook maar gekocht. Deze was, ik ga meteen de prijs laten zien, dan vergeet ik het weer. €16,99, dus €17. En dat is gewoon een zwarte top met korte mouwen. Tenminste, het is niet helemaal kort, maar wel. En een kol. En dat is een hele lange, die dus aan de voorkant kort is en aan de achterkant lang. Dat vond ik wel heel erg tof. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe die staan. Dan ben ik bij de Forever 21 geweest. Enorme tas meegekregen. Want ik heb daar een jas gekocht. En die jas was nu €23,99. Dat is echt een koopje. Het is geen winterjas. Dus het is niet echt één dat je echt diep in de winter met -10 naar buiten gaat. Maar dit is gewoon echt gewoon een soort heel dik vestjas. Snap je het nog? Kijk, hij heeft ook iets kortere mouwen. Dus hij heeft super lange mouwen. En hij is best wel lang. En hij gaat ook niet helemaal dicht. Maar het is gewoon meer, je kan er ook een riempje overheen doen. Of ja, wat je wil. Er zitten ook gewoon zakken in. Dus ja, helemaal blij mee. En hij was echt maar €24. Dus ik dacht van ja, die moet ik gewoon meenemen. Dat ga ik echt niet laten liggen voor dat geld. Dat doe ik dan. Op tweede kerst zijn we naar Rotterdam dus geweest. En daar woont mijn vriend zijn moeder en zijn schoonzusje. En daar hebben we dus ook nog kerst gevierd. En als eerste heb ik daar gekregen deze. En ik heb hem nog niet uitgepakt, maar dat wil ik zo graag. Maar ik wilde hem gewoon graag netjes houden. Maar hij is zo zacht. En wij zijn natuurlijk de woonkamer beneden aan het doen. En deze past er helemaal mooi bij. Qua kleur. Oh, hij is zo zacht. I want to sleep with it. Ik ga hem openmaken. Laat hem straks meteen beneden neerleggen. En onder gaan liggen. En niks meer doen. Oh my goodness. Oh man, hier wil je toch in wonen? Oh, heerlijk. Love it. Hoor, dan heb ik ook nog deze gekregen. Dat is een, even lezen, Chocolate Orange Fragrance Explosion. En daar zit in een sugar scrub, een body butter en een bath jelly. Nou ja, daar ben ik sowieso blij mee, want hier hou ik gewoon van. Lekkere douche en bad gel dingetjes. Ik heb ook nog niet geroken, dus ik ga het nu ook doen. En dan hebben we nog een body butter. Wow, dat ruikt lekker. Oh, nu kan ik eindelijk de geur ruiken. Oh, kennen jullie die snoepjes? Oh, die snoepjes waar met chocola, waar dan zeg maar een beetje sinaasappelspul in zit van het gel. Jelly spul.
ruikt het naar. Wow. Die gaan we zeker gebruiken. Heerlijk. Oh, dan heb ik ook nog twee andere geurdingen. En dat is van Jardin de Fleur. Bath and Shower Gel Country Roses. Ja, dat ruikt gewoon naar rozen. Allebei. En dan heb ik een body lotion van. En dus een bath en douche gel. Dan heb ik nog geurkaarsjes gekregen. En ik hou van geurkaarsjes, dus dat is altijd goed. En deze van Hema zie ik. En die heette Orange Musk Roses. Maartje. En ja, die ruiken echt heerlijk. Ik ga zo meteen een aansteken beneden. Echt heel erg lekker. En dan nog wat gekleurde geurkaarsjes. Hele hand vol. Twee handen vol. Met gekleurde geurkaarsjes. En deze zijn... De roze is roos. Blauw is water. Ik kan niet echt super goed ruiken hierin. En groen is jasmijn. Dus dan ben ik ook wel benieuwd. En als laatste nog kaarsjes. En daar zit zo'n afbeelding op. Kijk. En die zouden dus intact moeten blijven als je ze brandt. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Gaan we ook proberen. Dan heb ik nog een setje met nepnagels van de Pri. Daar haal ik ze soms zelf ook wel eens. Deze zijn, kan je het goed zien. Ook een best wel Aztec printje. Heel erg zomers. Dus ik denk dat ik die lekker ga bewaren voor in de zomer. Ik vind ze echt wel heel schattig. Leuk. En nog drie theelichthoudertjes. Hoe gaat het allemaal weer uitvallen? En deze drie kleurtjes. Helemaal leuk. Helemaal schattig. Dus die komen ook op een leuk plekje te staan. Even kijken. Dat waren mijn cadeaus. Als ik het goed heb. Ja. Dan nog de cadeaus die mijn vriend heeft gekregen. En als eerste zijn dat deze. Dat is van Axe. Een douchegel en een eau de toilette. En dat is die chocolade geur, zeg maar, van Axe. Ik zeg maar even chocolade geur, maar dat is wel de meest lekkere hoor, die ze hebben, vind ik zelf. En de eau de toilette en de douchegel. Zo. En dat waren al onze kerstcadeaus. Ik moet zeggen, we zijn wel weer echt verwend hoor. Het is niet normaal. Hoewel ik persoonlijk zelf het cadeaus geven een stuk leuker vind als cadeaus krijgen. Omdat ik het gewoon super leuk vind om de reactie van mensen te zien als ze je cadeau uitpakken. En vooral voor die kleintjes die altijd zo enthousiast zijn als er dan cadeaus staan. Dus al met al was het een super geslaagde kerst. Ik hoop dat die van jullie net zo geslaagd was. En dat jullie een superleuk weekend, of was het weekend, ja. En dat jullie superleuke dagen hebben gehad met familie of vrienden of kennissen. Met wie je het dan ook gevierd hebt. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!